Het stafdorp in Mungo in het district Marowijne wordt in de nabije toekomst ontwikkeld tot het Mungo Science Park. Het park kan het district Marowijne nieuw leven inblazen. De stichting Soil Masson Kondre als initiatiefnemer is een samenwerking aangegaan met de Technische Universiteit Delft, de Anton de Kom Universiteit en Universiteit Antwerpen en heeft het project Greenport Marowijne ontwikkeld. Het uiteindelijke doel is om de sociale en economische ontwikkeling van Marowijne naar een hoger niveau te brengen. Om dit doel te bereiken is volgens Dennis Tjunachoy, voorzitter van Soil Masson Kondre, de ondersteuning van Alcoa en de regering nodig. Tjunachoy geeft aan dat dit project de gemeenschappen moet prikkelen om verder te gaan met de ontwikkeling. We hebben mensen nodig. En die mensen vinden we in mensen die geïnteresseerd zijn. Dus bijvoorbeeld Mungo Festival heeft iemand daar opgepakt. Aardkracht opzetten heeft ook een mevrouw daar opgepakt. We zijn nu met cassavebrood bezig, dus nu moet iemand dat ook oppakken. Ook sport, atletiek hebben we toen de tijd opgepakt. En je ziet wat er allemaal uit kan komen. Dus, maar dat willen we nu helemaal wetenschappelijk en goed oppakken. En dat zal Mungo Science Park moeten doen. Maar in ieder geval kunnen we met deze aanpak ook andere buurten of regio's prikkelen om ook zo verder te gaan. En je vroeg van waarom Mungo, want Surak heeft overal gewerkt. Nou, Mungo hebben we gedaan, ik heb gezegd, omdat daar achterstand had, het was verwaarloosd, die andere gebieden niet zozeer. Jan-Willem Sutorius, vrijwilliger van Stichting Soil, zegt dat zowel kennisinstituten als het bedrijfsleven wordt meegenomen in het Mungo Science Park. Sutorius zegt dat vooral de lokale gemeenschap grote voordelen hieruit zal halen. Dat wat Dennis ook aangaf, is dat je nu al die jaren hebt gericht op één economie. De bauxietindustrie, nu op dit moment wordt gericht op de goudindustrie. Oftewel, je richt op één sector is niet voldoende. Probeer meerdere sectoren erbij te betrekken, de drie die ik net aangaf. Probeer ook niet één bedrijf neer te zetten, dus één grote company die voor werk en inkomsten zorgt. Maar probeer de gehele keten te ondersteunen, waardoor midden- en kleinbedrijf, MKB, gaat ontstaan en zich gaat ontwikkelen. Dus 100 kleine bedrijfjes kunnen ook voor de gehele keten en voor één groot bedrijf gaan zorgen of samen dus dat neerzetten. Dat was Jan-Willem Sutorius. Als vrijwilliger van Stichting Soil Masson Kondre is hij positief gestemd over het Mungo Science Park project dat in de nabije toekomst wordt opgezet in het district Marowijne.